is besloten met z'n vieren de stichting Boogie Promotions Holland op te richten en in Nederland een festival te organiseren. Het eerste festival was in 2004 en daarvoor hadden wij de locatie van Hotel Jan de Bak in Bussum uitgezocht. Als programmeurs proberen wij vooral veel variatie in het programma aan te brengen. Als speciale gast heeft Martijn contact gezocht met Little Willy Littlefield, die hij zeer bewonderde. Little Willy was echter al een aantal jaren gestopt met optreden, maar na een persoonlijk bezoek wilde hij toch als speciale gast komen optreden. Daarna heeft Little Willy zijn carrière weer opgepakt, nog vele concerten gegeven, waaronder op het hoofdpodium van het Chicago Blues Festival voor 80.000 mensen. We besloten naar een andere locatie uit te kijken voor 2005. Dankzij een zeer enthousiaste Rob en Carla Veger belanden we uiteindelijk in Hotels van Oranje te Noordwijk. Het festival vond plaats op Koninginnedag, druk, snikheet en heel goed bezocht. Als speciale gast wilde Martijn heel graag Pia Beck uitnodigen. Als een van de pianisten in Europa maakte Pia Beck Boogie Woogie populair met haar stuk Pia's Boogie. Daarom vond Martijn dat zij een plek als guest of honor verdiende. Helaas is Pia Beck december 2009 overleden. Ook in 2006 werd het festival in Noordwijk gehouden. De toen 78-jarige, zeer fitte Bob Seeley uit Amerika was voor de tweede keer op ons festival. En werd nog steeds en wordt nog steeds door vele fans bewonderd. Helaas overleed Big Joe Duskin, die graag op ons festival was gekomen voor een optreden in 2005. Maar die heeft hij om gezondheidsredenen moeten afzeggen. Als speciale gast en als verrassing voor u en omdat wij hem niet kunnen missen, omdat hij bijna alle edities erbij is geweest, we houden echt van hem. En jullie denk ik ook, is hier vanavond meer dan verdiend. Mr. Little Willy Littlefield. En ik mag best voor hem gaan staan. These are my sons here, and the daughters, and my daughters and sons out here too, I like that. Well, here I am again, another year, I'm still making it. But this time it's my leg. There's a Model T Ford, haven't got too many parts left. Well, the funny thing, I was at a table downstairs, and they said, Willie, you look extremely good. And then he looked at me again, and he said, Willie, you look extremely dead. Well, anyway, but... Oh, well. Da-da-da-da! Take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same.
much, Willy. Van zo'n man moet je houden. Ja, en wat zijn we gelukkig dat hij dit wil doen voor ons. Daar zijn we ook heel blij mee. We gaan weer verder met het verhaal. En dan wachten ons nog meer. Ja, in 2007 kwamen we weer in contact met Rob Veger. Toen we op zoek waren naar een andere locatie voor het festival. Op zijn uitnodiging zijn we beland in de Heerlijkheid. Een aantal van de artiesten die in 2007 optraden heeft u vandaag kunnen zien of u gaat ze nog zien. Zoals bijvoorbeeld Martin Schmid. Een zeer succesvol jaar, volle zaal en veel enthousiasme. De dansers van Boogie World uit Amsterdam zijn al vele jaren op en edities ook bij ons te gast geweest. Zij weten de sfeer van de muziek heel goed om te zetten in hun dansstijl. De shows van Boogie World zijn nooit te vergeten. In 2008 waren we zeer vereerd met het optreden van de blinde pianist Henry Butler uit New Orleans. Zijn komst naar Nederland heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Door Katrina was hij zijn huis en alles wat daarin stond volledig verwoest en was hij wekenlang onvindbaar. Gelukkig kregen we kort van tevoren weer contact met hem en was hij blij dat hij naar Nederland kon komen. Nou ja, wij ook natuurlijk. Een zeer indrukwekkend optreden was ook het gospelconcert. En daar gaan we later nog meer van genieten. Goed, weer een verrassing. Vandaag, als u al wat eerder aanwezig was, heeft u de masterclass kunnen volgen van ook een van de pianisten die al eerder geweest is. Hij gaat met Martijn spelen voor u, speciaal op dit podium, ter ere van 2010, onze 10e editie, Stefan Ulbricht!
helft.